Kan je nog wel doen? En wat is dan? Met de volgende keer zijn we kunnen gaan aanbieden zoals alle banken. We staan hier in de werkplaats. Het hart eigenlijk van de miniatuurbouw van Brabants Museum Oud Oosterhout. En we staan bij een bijzonder iemand. Want we hebben zo ruim 70 vrijwilligers. En één daarvan is Johan van Beek. En die is eigenlijk nog maar heel kort vrijwilliger. De aanleiding dat hij hier vrijwilliger is geworden, is de bouw van een heel bijzonder woongebiedje. Wat voor Oosterhout bewaard blijft, namelijk het Vaticaan in Oosterhout. En dat heeft Johan heel de winter, heeft hij daar heel hard aan gebouwd. Je ziet daar in de verte op de tafel, zie je het Vaticaan staan. En het is nog niet helemaal klaar, maar toch wel bijna. Johan, hoe heb je dat ervaren om zo het woongebied uit jouw jeugd te bouwen? Nou, ik heb het met heel veel plezier gemaakt, dat zeg ik gewoon eerlijk. Ja. Ja. Ik was ook, ik vond het een idee van Jacob Jonker, daar was ik echt blij mee. Want anders zou het toch verloren gaan. Ja. Ik vind het leuk om te doen hier ook. Ja. En ik zie ook weer uit naar mijn volgende project. Hè? Ja, dus, misschien. Ik heb nou de smaak te pakken ook. Dus, leuk. Ja. Dat is heel goed dat je het noemt. Dat Jacob Jonker, die was op het idee gekomen. Ja, Jacob Jonker van Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout. Was op het idee gekomen van, goh, dat is een bijzonder gebied. Er zijn bijna geen foto's van, er is helemaal niks van. En ik ken iemand die nog veel van die tijd weet. En die heeft jou gevraagd om dat in miniatuur te bouwen. Toen heb je het eerst in... Heb ik eerst een kleine maquette gemaakt. Ja. En daar was je zo over tevreden dat ik toen gevraagd ben om dit meer uit te werken voor Oud-Oosterhout. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, dat ik daar mag doen. Ja. Dat is ook meteen een unieke samenwerking tussen de Heemkundekring en Brabants Museum Oud-Oosterhout. En binnenkort, op 7 april, op zondag 7 april, dan gaan we dat Vaticaan officieel openen. Ja. Jacob Jonker die doet de inleiding en jij vertelt dan allerlei dingen uit je jeugd en over de gebouwen en over wie daar woonde. Ja. En dus op zondag 7 april, dan moet alles klaar zijn en dan moet alles buiten staan. We zijn nu al druk bezig met het klaarmaken van het park. Ja. En op zondag 7 april om 1 uur is de officiële opening van het Vaticaan.